En in die televisier staat een heel artikel over Martine Bijl, die door Willem Duis de televisiering kreeg aangeboden in Amsterdam. Now get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Now if you're thinking about making money in a climate that's mild and sunny, then get your kicks on Route 66. Beste mensen, goedemiddag allemaal. Kom eens langs in Okura voor een ontmoeting met Martine Bijl. Dat is analoog aan de titel van een bekend radioprogramma. Dat is het motto van dit feestelijk samen zijn dat ieder jaar door het televisier wordt georganiseerd, bij voorkeur in dit hotel. Alleen vorig jaar was dat niet zo. Toen is men, dat weet u, uitgeweken naar het Avro-pand aan de Keizersgracht. Dat toen zo'n paar uur lang op vriendelijke en vreedzame wijze overigens door Wim Kan werd gekraakt en dat sindsdien dan ook de kleine keizer wordt genoemd. Hartelijk welkom allemaal. Leuk, Martine, dat je ook bent gekomen. Ja, je had die ring ook kunnen laten opsturen, bij wijze van spreken. Zie ik jou op televisie, hing ik altijd aan de buis, aan je beeld en aan je lippen, want dan heb ik jou in huis. Zie ik jou op televisie, nou dan is mijn avond goed. Daaruit mag je concluderen dat je mij gewoon iets doet. Oh Martine, hoe kan ik jouw hart verdienen? Ik ben geen makelaar uit Schagen die jou in zijn huisje woont. Oh Martine, hoe kan ik jouw hart verdienen? Ik hield altijd van brunettes, maar ik hou het nu op blond. Volgende maand bestaat televisier 20 jaar. En in die 20 jaar is het thans voor de 14e maal dat de televisiering wordt uitgereikt. Het is ook een bijzondere ring, omdat, zoals Anneke Schat mij vertelde, deze ring het rijkskeur heeft gekregen met een gekroonde jaarletter. En dergelijke kronen boven de jaarletter worden slechts geslagen in de periode waarin een koning of koningin gekroond is. Dus van 30 april en dat loopt 31 december af. Wat kunnen wij nog toevoegen aan deze welbewogen woorden? Dat is niet eenvoudigheidshalve, Bien. Inderdaad, Coot. Maar toch, geachte simplisten, vonden wij een gevoelig slot. Wij horen, zien en zwijgen naar Toon Hermans. Nou, ik moet je zeggen, ik doe dit met bijzonder veel genoegen. Ik heb het natuurlijk vervat in een vers. Ik heb het net geschreven, dus het is een kersvers. En ik heb het geschreven natuurlijk op Martine Bijl. Het heeft ook een bijzonder mooie titel. De Belgen zeggen altijd titel, maar wij houden het op titel. Het is getiteld Martine Bijl. Nou, daar gaat hij. Ze is blond, gracieus en ze heeft stijl. Ze zingt gewoon een lied. Ze heet gewoon Martine Bijl. Capsones heeft ze niet. Ze houdt van Henk. En Henk van haar. Ze zegt gewoon, ik zing. En dat is nou juist zo ongewoon. Daarom krijgt zij die ring. Ja. En als er nou iets vreugdevols is in mijn leven, mag ik u zeggen, ik heb harpen en Edisons en God mag weten wat uitgereikt, ogen en oren en pennen en wat je maar verguld aan goed bedoelde rotzooi aan iedereen kunt schenken. Dat is het. Deze televisiering 1980.
Omdat het mijn eigen vak is, omdat Martine buiten de grenzen van de mogelijkheden is getreden die men 10 jaar, 5 jaar geleden zelfs nog niet in haar zag. En is uitgegroeid van een meisje dat met een leuk voorkomen wel leuk liedjes zong, tot een presentatrice van formaat, van wie we er zo zeer weinig hebben in Nederland, die in staat is als een der zeer weinige vrouwen een programma te dragen, daar een eigen karakter aan te geven en binnen het raam van de televisie mogelijkheden een soort wereldje te creëren wat niet alledaags is en zeker niet Nederlands. Wat stoelt op een prachtig spraakgebruik, voorzien van de rijke teksten die vaak Henk, maar ook zijzelf, uit de pen laten vloeien, muzikaal verantwoord tot in de kleinste details. En toegegeven, zij heeft niet de stem om een Scala of een Metropolitan Opera mee te veroveren. Maar dat hoeft ook niet. Ze brengt juist in dat intieme vlak van televisie een sfeertje met zich mee waar je je vroeger of later toch voor gewonnen moet geven. Ik vind dat ongelooflijk knap. Lieve mensen, is nu het moment gekomen. Martine, mag ik je vragen? Achter, kom maar bij mij. Anneke Schat is er wederom in geslaagd een uiterst fraai ontwerp van goud met een glinsterende briljant voor jou te creëren. Ik vind het een eer en werkelijk oprecht een hele grote vreugde hem aan jouw ranke vinger te mogen schuiven. Welke is het? Welke zal ik nemen? Ik neem deze maar, die is al vol. Dit is hem. En zullen we hem aan den volke tonen? Schitterend als hij is. Ik denk dat iedereen zich wel eens heeft afgevraagd op een eenzaam moment, laat op de avond misschien, welke woorden er aan hem of haar gewijd zouden worden in de aula van het crematorium. En de enige gelegenheid om daar een heel klein voorproefje van te krijgen doet zich voor wanneer men een prijs of een onderscheiding krijgt. Met daarbij dan de gelukkige omstandigheid dat men er zelf ook nog iets aan heeft. Nu zijn we, dames en heren, in Nederland over het algemeen nogal scheutig. Misschien bent u dat met me eens met het toekennen van prijzen en onderscheidingen. Willem had het er daarnet al even over. De koninklijke onderscheidingen gaan jaarlijks per mut de deur uit. De term lintjesregen komt niet nergens vandaan tenslotte. En ik denk dat het toch ook wel in de loop van de jaren een forse boodschappenmand vol gouden en zilveren harpjes is uitgereikt. Ik noem u nu toevallig 2 onderscheidingen die mij nimmer ten deel zijn gevallen. Ik hoop niet dat u denkt dat de druiven zuur zijn. Willem zei het al, ik heb thuis een Edison en een Louis Davidsprijs en een gouden plak van de carnavalsvereniging De Bokkenbekken uit Buitenveldert. Dus ik mag waarachtig niet klagen. En dat doe ik ook niet. Maar het simpele feit dat de televisier eenmaal per jaar aan 1 persoon of 1 programma wordt uitgereikt, het is al vaker gezegd, ik zeg dat nogmaals, dat feit en het feit dat die keuze bepaald wordt door het publiek, dat maakt de ring tot een bijzonder waardevol bezit voor degene die hem in ontvangst mag nemen. En ik neem aan dat nu dan het ogenblik zou zijn aangebroken voor mij om te zeggen wie ben ik dat dan nog mag meemaken. Ik zal het maar niet zeggen. Ik weet best wie ik ben en waarom ik het mag meemaken is mij zojuist door en Willem Duis en Rijn Vooruit uitvoerig uit de doeken gedaan. Hoewel ik zo nu en dan het idee had dat het over heel iemand anders ging. Okay. Dag. Mag ik jullie eventjes wat vragen? Ja, heel graag zelfs. De kijkers zien nu hoogtepunten van de feestelijke uitreiking van de televisiering. Ja. Ik kan me voorstellen dat ze ook graag een hoogtepunt zouden willen zien uit de tv-carrière van Martine Bijl. Kunnen jullie samen even uitmaken wat de kijkers mogen zien? Ik weet, kijk, wij weten namelijk zelf niet wat de hoogtepunten zijn. Nee, maar wat het publiek dus hoogtepunten vindt. Zeg jij het maar. Je moet altijd afgaan op brieven. En er zijn wel eens mensen die dan vragen, kan dat of dat niet nog eens uitgezonden worden? En dat kan dan nooit, behalve als je wat krijgt. En dan kan het opeens wel. Er is ooit een keer geweest, denk ik, dat heb jij geschreven, die burenruzie. Dag mama.
Ja. Dat geeft niks hoor, niet schrikken. Daar. Er is uitgezonden een burenruzie tussen drie vrouwen en dat was ik alle drie. En daar heb ik wel eens een briefje over gekregen van mensen die zeiden, zou je dat niet nog eens kunnen laten zien? Ja, dus dat zou mij een groot plezier doen als jij het ermee eens. Lijkt mij leuk. Maar het is een lang stuk hoor. Ja, het is een beetje lang. Nou, kijk maar wat je ermee doet. Zeg, hou ik dat nog lang? Wat? Ik zit al een half uur met die lopen van de deur. Ik kan in mijn eigen huis geen ene hand voor ogen zien. Ach, mensen doen bijna lol. Ik ben er zo mee klaar. Je moet niet zo vervelend zeuren. Dat heeft trouwens nergens mee te maken bovendien. Je hebt geen eens fatsoenlijke loper op je trap. Oh, en die trap die heb ik je ook nog nooit zien boeren. Hoor. Mijn trap? Die is zo smerig van die kinderen van jou. Hey, met elke dag die blubber aan hun schoenen. Wat krijgen we dat? Ja. En die vullersbak dan bij je op het portaal. En de hele week die rotlucht van patatten. Altijd nog wat anders als die vuile vieze hond. En die godvergeten pislucht van die katten. Kijk, weet je wat het is? Nou. Dan voel je niet gelukkig als je niet kan liggen zeiken. Je zal wel zo geboren wezen met een zure smoel. Weet je wat jij moet doen? Nou. Je moet naar een psychiater om je na te laten kijken. Kun je gelijk wel blijven, zo voel wat ik bedoel. Zal ik jou eens wat zeggen? Ja. Ik mailen met je man. Ik zie het aan die man zijn hele porum. Dat porum heeft die man van mij alleen nog maar van jou. En van je hele troep, dat vieze zootje schorem. En trouwens, nog eens wat. Mijn man heeft geen vriendin buiten de deur. Je hebt bij mij toevallig niks te klagen. Nee, echt, die hebben het hartstikke gezellig bij je thuis. Nou, dan moet je in het café maar eens een keer vragen. Wat? He? Wat? Wat had je van mijn man? Die pakt gewoon een neut, maar hij is wel thuis om 6:30. Die hangt niet zoals jullie elke avond aan de bar. Nee, natuurlijk, mooie kunst. Dan blijft hij even plakken, heeft die man gelijk geen leven. Krijgt hij als hij thuis komt de spinazie naar zijn knar. Ja. De mijne wil tenminste nog wel werken voor zijn brood. De jouwe zit de hele dag te vissen. Ja, misschien loopt hij van mij van zijn plezier in de WW. Ja, dat lijkt wel zo, maar ik zal me wel vergissen. Hoe durf je, vuilse kreet? Jouw man, dat is een vuile parasiet. Zeg, lalebol, gaan we zo beginnen? Maar ik heb wel een joekel van een auto voor de deur. Ah, daar heb je het. Kinderzinnen. Alleen maar kinderzinnen. Hé? Ach, sodemiet erop. Weet jij waarvoor geen hond zich hier met jullie wil bemoeien? Oh, dat is nieuw. Nee, nee, dat had je zeker niet gemerkt. Nee, misschien doe jouw gelul. Hé? Dat heb ik dan van jou geleerd. Ach, jee, dat is een goeie. Ja, ga me gauw vertellen aan die kerel die niet werkt. Wat wou je nou? Je hebt toch ook een bondje aan je reet? Een heel gewone van kanarievellen. Nou, dan vraag je voor je Sinterklaas een persiaanerpad. Zeg, Sloerie, zal ik jou eens wat vertellen? Ja, doe dat. He? Ik zie jou vanavond wel. Dan kom ik wel even boven met mijn man. Gaan we dreigen? Nou, ik zal je goed ontvangen. Maar denk wel even om een schone loper als het kan. He? Anders kan ik hem hier morgen laten hangen. Weet je wat jij bent? Dames, ja, hallo, pardon. Het zijn natuurlijk niet mijn zaken, maar u maakt zo'n lawaai. Ik kan het woord voor woord verstaan. En het duurt nou zo lang, dus als we nou die lopen... Wat heb jij ermee te maken? Wat moet je met je eigen troep? Waar haalt ze het vandaan? Ach, wijf met je kapsones. Je hoort hier helemaal niet thuis. Nee, stop jij maar een paar watjes in je oren. Oh, neemt u me niet kwalijk hoor. Ik dacht alleen dat u misschien... Neemt u me niet kwalijk, moet je dit horen. Rot op met je koude kak. Nou ja, zoek het ook maar uit. Met de kapsones, het is niet te geloven. Zeg Truus, ik heb zo de koffie klaar. Je wilt toch wel een bak? Hé? Hey, ja, gezellig meid. Ik kom zo even bij je boven. Oké. Okay. Maar maak het eerst even rustig aan voor die loper. Oké? Okay? Op je gemakje hoor. Oké, doe niet. Oké, zie ik je zo. Ja, en na deze impressie van Pieter Varenkamp en cameraman Jaap Buijs komt de AVRO na reclame en het journaal nog bij u terug